Het is weer tijd voor de taart. Bedoeld voor iemand om weg te geven, met een goede reden. En we weten altijd wel iemand te vinden, dus daar gaat hij weer. Hallo. We zijn voor Gelderland Helpt met de taart bezig. De taart is bedoeld voor iemand, dus ik zou hem aan u kunnen geven als u iemand weet die deze taart echt verdient. Ja, ik weet wel iemand, maar het is een mantelzorger. Dat vind ik wel mooi dat ze er altijd zijn voor hun dochter. Dat is hartstikke mooi. Ja. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, dat is goed. Lekker spontaan, daar houden we van. Daar houden dan rijden we erachteraan. Dat is goed. Ja, doen. Top idee. Mooi. Ja. Zie, ik zei het toch, lukt altijd. En wie ga je hem geven? Tante Christine en oom Jan. Oké, dus goede bekende van je? Van oom en tante van mijn vriend, dus vandaar. En waarom verdienen ze? Nou, ze hebben een dochter, die is invalide. En ja, vindt ze al mooi hoe hun altijd klaarstaan voor haar. Dus, en dat is al jarenlang? Al jarenlang. Ja, zij is 31 en staan altijd voor hun klaar, haar klaar. Oh, nou, dan is het echt verdiend. Ja, vind ik wel. Leuk. Ik geef hem alvast aan jou, want jij gaat hem zelf overhandigen natuurlijk. Helemaal goed. Nou, denk je dat ze reageert? Verbaasd. Hallo, ome Jan. Goeiedag. Goeiedag, ome Jan. Ome Jan. Verrassing. Gelderland voor de televisie. Ja. Wie ik een taart gun. En dat vind ik jullie, omdat jullie altijd zo goed klaarstaan voor Anne. En daar heb ik heel veel respect voor. Dat is wel heel apart. Dus leuk, hè? Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. De taart van Gelderland, hè? Hey, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Nee, echt. Kom je helemaal uit Amsterdam, hè? Helemaal. Maar daar heb ik respect voor jullie. Ja, vind ik hartstikke wel mooi. Leuk. Dus dat kom je zeker een stukje mee eten, hè? Ja, zeker. Oké, ik vind het geweldig. Ja? Ja, dat is echt heel apart. Wij vinden dit gewoon heel normaal, dat je het doet. Ja, vindt u dan normaal? Want het gaat echt om mantelzorg. Ja, het heeft te maken met het feit, je bent erbij, ze is geboren. En wij zijn daar op een of andere manier gewoon ingegroeid. Het is wel, goed zeggen mensen wel eens, we hebben respect, maar ik bedoel, het is je kind. En het is niet anders dan anders. Hoe zie jij dat? Hoe heb jij daar tegenaan gekeken? Het is gewoon een heel warm nest. En Anne is Anne. En ik vind het gewoon mooi, ze staan er altijd klaar voor. En ik vind het gewoon een blijk van waardering. Ja. Dat is onze dochter, dat is Anne. Ja. Anne is inmiddels 30. Dat is onze oudste zoon. En dat is mijn jongste zoon. En die staat in de keuken. Ja, trotse vader. Ja, absoluut. Nou, laten we een stukje aansnijden. Ja. En bewaar dan ook een stukje voor Anne, hè? Ja, dan moet ik even wachten, want die komt verder van staan. Nou, dan zeggen we altijd proost. Proost, hè? Proost. En bedankt voor de heerlijk. Bedankt voor de heerlijk. Gaan we taart gooien? Komt hij weer terug? Hopsakee. Bedankt voor de hele leuke verrassing. Ja. En jij? Ja, echt geweldig. Ja. Nou, bedankt voor de waardering.